dag. Dat is een kleine 30 jaar geleden bij de grensmaas betrokken. En nou ja, gezien mijn leeftijd zal ik misschien ook wel de laatste werkdag gaan slijten. Want het is een erg interessant gebied waar ik nog steeds aan veel projecten betrokken ben. Even kijken, er is een dam in de grensmaas gelegd. Of die gaat er gelegd worden. En ik ga jullie daarin meenemen wat dat allemaal betekent en wat daar gebeurd is. Even kijken, ja. Dat is namelijk de aanleiding van deze webinar. En dat is ook de aanleiding van een boel stof wat opgedwarreld is de laatste tijd. Want die dam die heeft met name bij natuurorganisaties en ook andere, toch ook wel andere mensen die betrokken zijn bij het gebied. Die legt namelijk morfologische processen vast. En het is een vrij afstromende rivier en dat knelt natuurlijk. Hè? Want in die rivieren willen we juist die morfodynamiek wat ruimte geven. Nou, hoe moeten we daarmee omgaan? En ik neem jullie eerst mee in wat hier allemaal de laatste tijd gebeurd is. Wat die grensmaas bijzonder maakt. Waarom we daar als Nederland veel inspanningen voor leveren. En wat daar specifiek speelt. Hoe die grindbank zich ontwikkeld heeft. Hij is een aantal keren doorgebroken. Wat is daar precies gebeurd en hoe kunnen we dat oplossen? Wat zijn daar de mogelijkheden voor? Eerst even bij die grensmaas. De grensmaas is is de rivier, we noemen het tegenwoordig liever trouwens de gemeenschappelijke Maas. Omdat die de grens vormt tussen Nederland en België en we samen aan die rivier werken. Maar excusez le mot, ik gebruik heel vaak het woord grensmaas nog, omdat het zo helemaal in mijn hoofd zit. Dit traject van de rivier, dat ligt eigenlijk aan de voet van de Ardennen. Dat zie je heel mooi op het hoogtekaartje van het stroomgebied. En dat zorgt ervoor dat hier in het verleden tijdens ijstijden met name heel veel grind door de rivier werd aangevoerd. Een enorm grindpakket in de ondergrond ligt. En in dat gebied heeft die Maas zich ook weer ingesneden. Dat zie je ook hier op de rechterfoto mooi. Een hoogtekaart met daar de vallei waar die Maas doorheen loopt. Dat is een heel bijzonder gebied waar die al miljoenen jaren doorheen loopt. Allerlei terrassen heeft gevormd. Heel veel historische geulen liggen er. En natuurlijk ook een vruchtbaar gebied waar mensen zijn gaan wonen, waar veel dorpen liggen. Dus de geomorfologische kaart van het gebied. En de blauwe loop is uiteraard de huidige loop. En alle andere lopen die er in het nog zijn, die zie je daar liggen. Die rivier had vanouds een brede overstromingsvlakken. Dat is het blauwe gebied op de linkerkaart in die grote vallei. Dus die vallei was breder, maar wat zo'n beetje bij een flink hoog water kan overstromen, dat was het blauwe gebied. En dat hebben we als mensen fors aan banden gelegd. We hebben het gebied bedijkt en alle gele stukken en groene stukken zijn er in de loop der tijd van afgegaan. We hebben nu het blauwe nog maar over. Dus het is een veel smaller traject geworden. En daarnaast hebben we hem ook vastgelegd voor de scheepvaart ooit. Maar dat is al lang geleden, want inmiddels wordt er niet meer gevaren. En dat gaf de mogelijkheid om het grensmaasproject uit te gaan voeren. Er moest grind gewonnen worden. En door dat op een bepaalde manier in de oevers te doen, konden we die rivier weer een nieuwe bedding geven, waar die vrij in af kon stromen en ruimte was voor morfodynamiek. En dat is een consortium werkt daaraan. En het doel is drievoudig. Het is niet alleen die grindwinning, maar ook de natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming. En in dat plaatje daaronder, dat grafiek, daar zie je hoe het profiel eigenlijk van oorsprong de roze lijn was en dat is meer die gele geworden en dat betekent dat de rivier diep is ingesneden en de oevers heeft opgehoogd en wat we nu doen is dat we eigenlijk weer vooral op de Nederlandse oever gebeurt dat die rivier weer de ruimte geven en die gele lijn weer terugbrengen naar die roze en nog iets daaronder om weer een veel bredere riviervlakte te maken. Dat werkt ongeveer als volgt. Dit is een principeprofiel van hoe dat eruit ziet in die grensmaas. En het linker plaatje, dat is het hele traject. En alle gekleurde gebieden zijn de gebieden die eraan toegevoegd worden. En in totaal is dat ongeveer 600 hectare nieuw natuurlandschap. En samen met de natuur die er al... dit is het gebied wat vergraven wordt, dat is ongeveer 600 hectare. En er komt ook nog 600 hectare gewoon droge natuur bij. Dus dat is een enorm groot natuurgebied wat hier ontstaat met veel ruimte voor die dynamiek. Nou, dat is niet voor niets hier, want waarom? Die grensmaas in zijn gebied die altijd vanwege zijn grote verhang, zijn grindige ondergrond, hele bijzondere grindenrijke milieus heeft gehad. Dat laat ook een mooi historisch kaartje van 1870 zien met grote grindbanken vlakbij het dorpje Visserweerd. Maar door die insnijding en het vastleggen was het steeds meer een wat eentonigere rivier geworden, nog steeds wel met grindbanken. Dat laat die foto zien van 1995. Hij was vrij diep ingesneden en dat zijn we dus in dat grensmaatsproject weer open gaan leggen. En dat krijg je ongeveer het plaatje van 2010 linksonder. Dat is het beeld wat je op veel plekken na dat vergraven en het verruimen van de bedding is geworden. En binnen die bedding is die ook weer morfologisch actief geworden. Dat levert ongeveer de plaatjes van 2020 op. En als je 2020 vergelijkt met 1870, zie je dat die rivier nog steeds ongeveer in staat is om wat die 150 jaar geleden deed nu weer te doen.
Al in 1998 is dat idee voor het grensmachtplan ontstaan. En deze tekening van Jeroen Helmen van Stichting ARC, die heeft, of ARC Rewilding moet ik tegenwoordig zeggen, die heeft heel goed weergegeven hoe het gebied eruit moet gaan zien. En wie nu gaat kijken, daar zal ontdekken dat hij dat 25 jaar geleden al heel goed in de smiezen had. Wat ging hier vooraf? Meers, want daar speelt iets. Daar speelt iets met een dam. De rivier moet daar vastgelegd worden, terwijl het juist een heel dynamisch gebied is. Ooit is hier grind gewonnen, gewoon op de klassieke manier. Het was een uiterwaard en het plaatje midden geeft aan hoe daar een grindwindplas is gekomen. En dit was ongeveer de laatste mogelijkheid dat er op die klassieke manier gewonnen werd. Want in Limburg had men er op geen genoeg van dat het op die manier gebeurde. Dus was er het idee ontstaan om meer oppervlakkig grind te gaan winnen. En dit traject hier specifiek was het pilotproject. Hier zouden we de eerste proeven doen hoe dat zou werken. En daarom werd het gebied stroomopwaarts van die plas, dat zie je op het rechterplaatje, daar werd een verlaging uitgevoerd in de vorm zoals ik net in de principeprofiel liet staan. En op die oever is op een gegeven moment in 2007 een dam aangelegd. En ik zal toelichten dadelijk waarom dat is gebeurd. Want we wilden niet dat het water te veel door die plas ging lopen al bij lage afvoeren. Wat ging er, hoe zag het gebied er toen uit net naar die winning? Het bijzondere was dat hij werd dus sterk verruimd, de rivier daar. Dat zie je op de foto linksonder. En eigenlijk al vrij snel na die aanleg, dat was op ongeveer 32 meter hoogte, was aangelegd, overstroomde heel vaak, was er een groot hoogwater in 2003. En de rivier legde meteen een enorme grindbank op die plek af. Die hele mooie witte vlakte was grind. En dat is op sommige plekken wel 1,5 meter diep was dat. Op de foto rechts zie je dat op de achtergrond liggen, hoe het water er overheen liep. Maar wat was hier aan de hand? Die grensmaas was natuurlijk een enorme verruiming van het winterbed. En daardoor ging de waterstand hier omlaag. En dat kon leiden tot grondwaterstand. Nee, dat was zeker dat leidde tot grondwaterstandsdalingen op beide oevers. En in Vlaanderen liggen Natura 2000 gebieden die daar mogelijk de dupe van zouden worden met een te lage grondwaterstand. Dus daarom moest er iets gedaan worden om die maas bij de lage afvoer wat op te krikken. En zo zijn er drempels in de rivier gelegd, in de bedding zelf. En hier is op de oever een soort lengtedam aangelegd. Dat zie je heel mooi op de foto rechts. Hè, hoe op de oever, eigenlijk op die grindbank die daar kort daarvoor was ontstaan, een grote dam is aangelegd. Hij ziet er hier vrij breed uit, maar dat is niet helemaal terecht. Want er ging al vrij snel grind achter die dam neerslaan. In werkelijkheid is het ongeveer zo'n 2 tot 4 meter breed en 1 meter hoog. En die moest ervoor zorgen, dat zie je wel een beetje aan het gladdere water ook, dat het water in dat deel van de Maas ongeveer 1 tot 1,5 meter werd opgestuwd. Nou, het was een dam die eigenlijk niet zo heel veel voorstelde. Het was een vrij lage dam. Je ziet hem, het is een foto, ik heb maar heel weinig foto's ervan. Je ziet hem wel mooi linksonder hoe bij lage afvoeren dat water wordt opgestuwd en over die dam heen naar die plas loopt. Maar dat was met name bedoeld voor de lage afvoer om die omhoog te krijgen. Het had nooit een doel om bij hoog water hier een functie te hebben. Nou, ik ga nu even langs wat daar gebeurde op die plek. Want die dam die ligt er, die oranje pijltjes geven aan waar die ongeveer lag. En tot 2011, dus de eerste 4, 5 jaar gebeurde er niet zoveel. Maar in 2011 was er opnieuw een groot hoogwater. En toen werd er boven op die dam, de foto rechts laat dat heel mooi zien, een enorm grindpakket weer afgezet. Dus die dam het langzamere water wat er overheen stroomde, of de stroomvertraging die erop trad, die zorgde voor een enorm pakket grind weer. Dus die eerdere grindbank die werd opnieuw bedekt met grind. En een groot deel van de dam verdween ook onder het grind. En op een paar plekken waar het er nog wel overheen, waar die nog wel er doorheen stak, daar zag je ook geultjes ontstaan in dat grindpakket. En dat ging een tijd zo door en op een bepaald moment dan beginnen de doorbraken te komen in die dam. En de eerste is in 2012, dat was trouwens niet in de dam zelf. Hier de zwarte lijn op de kaart rechts geeft de dam weer die op de oever lag. En een beetje aan de linkerkant dat oranje lijntje, dat was de plek waar die doorbrak. Dat was een grondoever, daar lag geen dam. Maar goed, dat was de eerste plek waar die doorbrak in 2012. Een tijd naar gekeken hoe dat zich ontwikkelt. In 2016 is die hersteld. Want door deze doorbraak gingen de waterstanden omlaag. En leidde dat mogelijk tot die grondwaterstandsdaling die we juist niet wilden hebben. Dat wordt hersteld in 2016. In 2017, in de winter van 2017-18, vinden er dan ineens voor het eerst twee hele grote doorbraken plaats. Dat is de plek waar die oranje lijnen staan. Zowel wederom in die grondoever rechts, waar geen dam lag, maar ook de dam zelf.
die in 2006 was aangelegd, die breekt voor het eerst in 2017, de winter van 2017 door, bij een gemiddeld hoogwater, 1500 kubieke meter per seconde, is iets wat zo ongeveer eens in de 1 à 2 jaar gebeurt. En door die doorbraak wordt er ook een heleboel grind, vanaf die grindbank die er ontstaan was, de plas ingevoerd. Je ziet heel mooi die driehoekige grindbank in de plas, dus die grind, oude grindwindplas, die wordt door de rivier opnieuw opgevuld met grind. En ja, dit leverde een enorme waterstandsdalingen op. Dus de beheerder die kwam meteen in actie. En echt een paar maanden later is dit hersteld met flinke stevige constructies die ervoor moesten zorgen dat die dam niet opnieuw zou doorbreken op die plek. De oorzaak hiervoor die lag er mede in dat stroomafwaarts de Julianenplas een half jaar daarvoor was verbonden met een ander deel van het gebied. Waardoor er een veel betere doorstroming door die plas ontstond. En er dus over die dam heen veel meer water ging stromen. En dat was ook mede de oorzaak dat die daar doorbrak. Je ziet ook heel mooi op hoogtekaartjes van voor en na die situatie. Dat grindpakket, wat hier mooi met oranje is weergegeven aan de hogere, aan de grotere hoogte, dat het zich veel verder in die plas is gaan uitstrekken. Dus eigenlijk het grind wat er ooit gewonnen is, is voor een groot deel alweer heraangevuld door de rivier. Dat zie je heel mooi in die kleurtjes. Dus gaandeweg wordt de oever door de rivier weer opgevuld en verdwijnt de plas. Dat gaat zo door. In de winter van 2018 vindt er opnieuw een doorbraak plaats. Wederom niet in de dam zelf, die dus aangelegd was, maar stroomafwaarts in de grondoever. En die wordt ook weer meteen hersteld in een paar maanden daarna. In de winter van 2019-20, het wordt een beetje een eentonig verhaal, gebeurt wederom hetzelfde. Nu breekt wel de dam door zelf op het kruispunt waar die met de Drempel in de Maas verbonden was. En deze wordt niet hersteld meteen. Het was niet zo'n heel groot gat. De effecten waren misschien niet zo groot. Ik weet niet helemaal bekend waarom de beheerder niet meteen in actie kwam. Maar dan, anderhalf jaar later, tijdens de zomer, vindt natuurlijk het hele grote hoogwater plaats, wat velen van jullie nog wel in herinnering zullen hebben. En een enorme afvoer, 3300 kubieke meter per seconde, nog niet eerder vertoond zoveel, in ieder geval niet dat we weten. En opnieuw wordt er heel veel grind afgezet. En het opvallende is ook dat er bij die grote hoogwaters geen nieuwe doorbraken ontstaan. Wel krijg je dat in dat grind wat erop afgezet wordt. Zijn natuurlijk laagtes, waarbij niet hele lage afvoeren, maar bij gemiddelde afvoeren al snel water doorheen gaat stromen. Die heb ik je met licht blauw aangegeven, er ligt wat aan de bovenkant. Maar je ziet ook de enorme uitbreiding van het grindpakket. En ook het oude grind is weer helemaal bedekt, waardoor het helemaal, alle begroeiing ook verdwenen is. En ja, zo is het eigenlijk nu nog steeds. Die grindbank is begroeid geraakt. Er zijn de afgelopen jaar nog wel een paar flinkere hoogwaters geweest, maar niet zo groot als die van 2021, maar eerder orde van 1500 tot 1700 kubieke meter per seconde. Is iets wat zo eens in de 2-3 jaar gebeurt. Er is een duidelijke tweedeling ontstaan, een grote grindbank met een nevengul erachter. En die nevengul die trekt wel veel water. En je ziet nu ook over de drempel die er natuurlijk nog steeds ligt, hè, die dam, dat daar weer een plek is waar vrij veel water overheen stroomt. En sinds 2023 is er een nieuw gaatje in ontstaan. En dat was de aanleiding ook voor de beheerder om hier in actie te gaan komen. Om nu voor eens en altijd dit probleem van steeds weer die doorbraken. En je ziet aan alle witte lijntjes die ik getekend heb, dat zijn er best veel geweest. Om toch hier nu eens een keer een wat meer definitieve oplossing voor te vinden. Daar kom ik zo nog op terug. Wat opvallend is bij die grindbank, is dat zo'n plek die op een gegeven moment doorbreekt. In 2017 is dat gebeurd en dat wordt dan hersteld. In de winter van 2017-18 is dat gebeurd. En die oranje lijn is de plek waar dat herstel plaatsvindt. Dat als eenmaal die drempel hersteld was, dat dan vervolgens de rivier daar veel grind zelf achter afzet. Wat ook weer begroeid raakt. En na een paar jaar is eigenlijk die doorbraak, mits we hem goed hersteld hebben aan de bovenkant, weer grindbank geworden. Dus die rivier heeft een mooi zelfherstellend vermogen, zou je zeggen. We moeten wel een handje helpen met een drempeltje aan het begin. Maar vervolgens is er voldoende grind in beweging om dat systeem weer te laten dichtgroeien. Een ander effect wat we eigenlijk hier zien met die drempel, is, dat heb ik hier weergegeven, dit is bij een lage afvoer, hè, daar ligt gewoon een hoeveelheid breuksteen ligt op die grindbank.
En als die Maas omhoog gaat, dan gaat het er nog eens overheen stromen. Dat zag je mooi in die eerste foto's die ik liet zien. Dat bij zo'n gemiddelde afvoer treedt dat op. Maar bij een bepaalde afvoer, dat is dan zo'n gewoon hoog water van zo'n 1500 kubieke meter per seconde, dan krijg je achter die drempel dat er allerlei kolken ontstaan. Je krijgt een terugschrijdend effect van water wat er overheen staat met veel tumult. En dan krijg je dat in die grindbanken, dus die gultjes ontstaan die we steeds zien ontstaan. En daar wordt meer grind weggevoerd dan dat er aangevoerd wordt bij deze afvoeren. En je krijgt dat op een gegeven moment die drempel die er ligt, dat die ondermijnd raakt. En op een bepaald moment het ook doorbreekt. Je ziet ook dat soms gebeurt dat heel snel, dat kan in één winter gebeuren. Maar zoals die laatste die er ligt, dan duurt het een paar jaar. En uiteindelijk leidt het ertoe dat die hele dam natuurlijk verdwijnt. En dat er die beroemde breuken ontstaan die we liever niet hebben op die plek. Want dan gaat dat water aan de bovenstroomse kant natuurlijk dalen. En we zien bij een grotere hoge afvoeren dat juist die drempel, dat er als het grindtransport in de grensbaas ook op gang komt, en dat is ongeveer vanaf zo'n 1800, 2000 kubieke meter per seconde, dat er juist grind wordt afgezet. Dus het probleem ontstaat vooral bij die gemiddelde winterhoogwaters die zo eens in de eens per jaar tot 2-3 jaar voorkomen. Nu even naar waar we nu staan, want je snapt dat de beheerder dit met moeite aanziet dat hier steeds weer gaten in die dam ontstaan of in de oeverstroom afwaarts. Dus die wilden een meer definitieve oplossing hebben om niet iedere keer terug te hoeven keren. En daarbij is er vooral uitgegaan van de zeer hoge stroomsnelheden die hier kunnen optreden. Bij hele hoge afvoeren, nog hoger dan we hadden in 3300, kan de Maas hier erg hard stromen. Omdat we hier ook te maken hebben met een smal stuk wat overgaat in een breed stuk. Dan krijg je een hele hoge stroomsnelheid. En dat is mede de oorzaak, wordt gedacht, van het doorbreken van die dam. En er wordt daarom gekeken naar een nieuwe oplossing die buiten dat gebied ligt met die sterkste stroomsnelheden. Die foto, dat plaatje rechtsonder geeft die plek aan waar die hoogste stroomsnelheden liggen. En die rode lijn, dat is de nieuwe grindrug, grinddam, drempel. Het is niet echt grind waar die van gemaakt wordt, hebben we vooral van breukstenen gemaakt. Die ligt dus op een plek waar je dus waar het water wat minder hard stroomt en je dus niet te maken hebt met die hele hoge belastingen. En daarmee is daar een lichtere constructie mogelijk. En als we op dezelfde plek van de oude drempel iets zouden willen neerleggen, wat dus deze stroomsnelheden kan weerstaan, dan heb je een veel zwaardere constructie nodig dan waar we nu aan de slag gaan. Maar de consequenties zijn groot, want daarmee leg je die dynamiek die hier dus heel bijzonder is op deze plek aan banden. Het is, voor zover ik weet, op dit moment, het heeft nu ongeveer 20 jaar kunnen functioneren, heeft het nu hele bijzondere processen opgeleverd. Ieder jaar is ook weer anders. Steeds weer verse grindmilieus. Er zijn allerlei soorten die ervan afhankelijk zijn. Er zijn ook allerlei gultjes die erin ontstaan. Met rivierkwel, met pioniersoorten. Het is ook landschappelijk een heel waardevol stukje. Het staat vaak in veel foto's zijn ervan gemaakt. Het is iets wat een bijzonder plekje voor Nederland is. Nou, dat dreigt dus in ieder geval grotendeels te verdwijnen. Er zal zeker wel iets van morfodynamiek blijven. Die grensmaats kun je nooit helemaal aan banden leggen. Maar deze dam gaat er vooral voor zorgen dat toch die stroming en dat grindtransport hier een stuk minder wordt. En dat leidt eigenlijk tot de volgende conclusie. En dit is mijn laatste sheet. En dat is ook, we hebben dadelijk even wat mogelijkheid om al wat technische vragen te stellen. En daarna even op dit vraagstuk in te gaan waar we voor staan. Want het is natuurlijk logisch dat een beheerder, die heeft tot doel om het systeem in ieder geval in de hand te houden, dat die wil ingrijpen op plekken waar schade ontstaat. Maar goed, daarmee wordt vaak teruggegrepen op beproefde technieken die er vooral op gericht zijn om schade te voorkomen. Dat is natuurlijk logisch. Als we bruggen of dorpen of weet ik veel wat hebben, dan wil je natuurlijk niet dat daar de situatie uit de hand loopt. En je ziet ook dat we, hier hebben we dan een paar keer achteraf ingegrepen, maar een echte goede beheerder die wil eigenlijk voorkomen dat hij te vaak hoeft in te grijpen. Dus we zien ook de laatste tijd dat we de risico's ook juist gaan vermijden. Dus dat we willen gewoon niet dat de kans is op schade. Dus daarmee, en dat betekent, dat weet iedereen die in deze wereld werkt, dat je vaak liever een iets te zware constructie aanlegt, want dan weet je tenminste zeker dat die er een paar jaar later nog, een aantal decennia later nog ligt. Als dat je, dat je misschien wel het risico loopt dat je iets net te laag in je berekening bent gaan zitten en dat je een te zwakke constructie neerlegt. Dus we zien de laatste jaren dat vaak om risico's te vermijden er ook vooraf eigenlijk veel zware constructies worden neergelegd. Bij de grensmaat zien we dat ook steeds meer gebeuren. De hoeveelheid steen neemt zien droger toe. En wat mijn conclusie nu ook is, dat
ja, als je dynamiek toe wil laten, en de Grensmaat is natuurlijk een plek waar we dat eigenlijk met elkaar bedacht hadden, dat dat een hele goede plek daarvoor was. Er zijn weinig plekken in Nederland waar we een rivier zo vrij kunnen laten als deze. Ja, dynamiek betekent ook dat de kans groter is op onverwachte gebeurtenissen. En het huidige beheer wat wij voeren in dit soort systemen is daar niet op toegerust. Dat brengt het juist om zeep, want we zijn risicomijdend geworden. We willen niet op een gegeven moment een telefoontje krijgen, ja, hij is weer doorgebroken. Dat snap je natuurlijk ook. Hè. Dus, maar goed, dat gaat wel ten koste van het natuurlijk functioneren, want het heeft juist wat ruimte nodig. Hè. Dus mijn pleidooi zou ook zijn om beheervormen of iets te ontwikkelen met elkaar, wat juist rekening houdt met die dynamische systemen. En dat we niet steeds terug hoeven te grijpen op de technieken die we toepassen bij constructies die we echt met zekerheid willen laten liggen. Want anders dan, ja, dan gooien we het kind met het badwater weg, denk ik, in dit soort bijzondere systemen. Dit was mijn verhaal. Oké, dankjewel, Alfons. Ik kijk even naar.